1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 meter op de... Dat kan niet. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, oké. Okay. 5,80 meter. Een Cadillac van 5,80 meter. Die hebben we niet elke dag. Daar gaan we het vandaag mee doen. Cadillac is een heel oud merk. In 1902 hadden ze al auto's ontwikkeld. En dit is de 59e Cadillac. Cabriolet. De 59 is het jaar van de Amerikaanse auto, zegt men. En hoe komt dat nou? Vanaf de jaren 50 kregen de Amerikaanse auto vleugeltjes. En in 59 was het toppunt van de vleugels. Wat was nou die vleugels? Die vleugels, dat werd geïnspireerd door de straaljagers. De straaljagers waren hot in de jaren 50. En die vleugels zijn geïnspireerd op de straaljagers. En in 59 had je de grootste vleugels. En in 1960, toen vonden ze gênant. Toen zeiden ze, ja, ze zijn wel een beetje groot. Ah, oh, dit is een mooi nummer. We hebben er wel de passende muziek bij vandaag, hoor. Ik denk dat we een hamburger moeten gaan eten. Dat past wel een beetje in deze tijd. 59, het jaar van de hamburgerketen, zeg maar. Dat gaan we doen. Als we er nog in komen. Wat groter was, denk je ook niet? Jezus Christus, gaan we dat halen? Ik weet het niet, maar... Hij moet er wel verkocht worden. Goedemorgen. Ja, ik wil een hamburger en een milkshake. Een Amerikaanse hamburger. Wat bedoelt u daarmee? Ja, de grootste die u heeft. Ook de grootste milkshake. Nou zijn we toch hier. Ik heb ook de grootste auto, dus dat moet dan maar. Ik denk dat dat in 1959 de helft kost en nog een beetje minder. Je bent geweldig. En de ah, dat gaat helemaal goed komen. Dat is de grootste, hè? Fijne dag nog, hè? En tot ziens. Dank u vriendelijk, meneer. Dames, hebben we plezier. Ik zeg, we gaan een parkeerplaats zoeken. Ja, maar dat valt niet mee. Ik zal het u verzekeren. Nou, ah, ik kan niet verder naar voren. Nou, hij staat prima. Vindt u het wel, mevrouw? Fantastisch. Kan wel, hè? Ja, hoor. Dit stuk hoort er bij de parkeerplaats, of niet? Ja, hoor. Zie je die mevrouw die bereid is? Die staat erbij dat ze afslepen. Maar dan moet ze toch aardig hun best doen om mijn auto af te slepen. Dat ga ik nu vertellen. Zo, de lunch is binnen. Tijd om het centrum van Zutphen op te zoeken. En dan is de grote vraag, hoeveel aandacht trekt zo'n Cadillac eigenlijk tegenwoordig nog? Vooral van de jeugd. Nee. Waar komen jullie vandaan? Zitten jullie hier op school? Eerbeek? Nee, dat mijn ook. Wat doe je dan in de stad? Stadswandeling. Stadswandeling? Oh, jullie krijgen cultuur vandaag. Hey. Wat hebben we ons aangehaald? Oh, jij moet er eens uit. Hij wilde niet meer uit en hij wilde niet meer in. Kijk hier dan. Ja. Cultuursnaven jullie. Al die mooie gebouwen, kijk in Zutphen. Prachtig. We hebben een mooie auto gezien. Mooie auto. De mannen kochten natuurlijk zo'n auto voor hun gezin, hè. Maar als die jonge heren 18 waren en die moesten op pad om de meiden te versieren, dan als ze dan heel snel de bocht om rechts namen, dan kwamen de meisjes vanzelf naar je toe. Zo'n schuifbak weer, daar zit niks tussen. Ik kan me nog iets meer voorstellen, hoor. Linkerbocht lelijke meisjes. Ja, linkerbocht lelijke meisjes en de rechterbocht de mooie meiden. Zo kan me iets meer voorstellen. Ja. Er zit ook alles op en aan. Elektrische stoelen 1959, elektrische kap 1959, elektrische ramen 1959, airconditioning, power steering, power brake, asbak, een grote asbak. In die tijd was roken nog gezond, denk ik. Denkt u niet? Ja, 59 is een afsluiting van een tijdperk, vind ik. En zeker met de Amerikaanse auto's, want
Na 59 waren ze niet meer zo extravagant. Die vleugels werden minder, daarom is deze auto zo bijzonder. Enorme vleugels. Kijk eens, enorm. Dat maakt hem mooi. Maar designers in 1960 vonden dat het mooi was geweest. Dus ze werden wat. En elke keer werden dat minder, totdat ze in de jaren 60 glad waren. Minder mooi. Vind ik. Wie ben ik? Ik vind dit de mooiste Cadillac ooit gemaakt. 59. Ja, Nico, en wie ben ik? Maar ik ben het roerend met je eens. Volgende week is Nico er natuurlijk weer.